Iemand zei dit is Annabel. Ze moet nog naar het station. Neem jij de wagen en haalt ze het wel. Ik zei dat is goed en reed zo stom als ik kon. We kwamen na bij een leeg perron. En ik zei het zit je niet mee. Heel in de verte ging de laatste wagon. En Annabel zei oké, ik ga met je mee. Annabel, heb ik niet zonder jou. Liggen in bed. Ik was totaal van de kaart. Toen stond ik op, ik moest niet denken maar doen. Want zonder haar was ik geen stuiver meer waard. Ik ging de stad door op zoek naar een glimp. En ik dacht, ik zie jou nooit meer terug. Ik ging zelfs hardop praten in mezelf. En iemand zei, je stond duur met je handen op de leuning van de brug. Annabel, heb ik niet zonder jou. Dat was een moeilijk liedje, want het is een ongelofelijke mond vol tekst die je achter elkaar moet oplepelen. Klopt. Dat deed je heel goed. Het is een liedje waar je misschien wat variatie nog had kunnen brengen aan het eind. Dat heb je niet gedaan, maar ja, dat is ook niet erg. Maar de gelegenheid had je. En verder wil ik zeggen dat ik je nieuwe haar erg leuk vind. Nou, dankjewel. Erik. Ja. Ja, Bas, ik vind het een erg leuk liedje. En ik denk dat jij elke keer de goede liedjes uitkiest, toch? En dat je doorgaat op hoe je het zingt met je stem. Je groeit nu ook in je presentatie. Het enige kleine minpuntje is dat ik inderdaad ook liever had gehad aan het eind wat meer variatie in plaats van vier keer exact hetzelfde. Maar op zich heb je het heel erg goed gedaan. Mag ik daar even op inhaken? Ja, mag. Ja? Ik heb echt, we hebben hier dus ook een zangdocenten. Ja. Ik heb er gisteren hebben we echt een half uur erover gehad hoe we dat konden variëren. En we kwamen eigenlijk tot dit. Dat we het wordt niet was zo moeilijk. Je kan die noot omhoog doen. Dat zit eigenlijk in de originele plaat ook. Dat had ik zelf lekkerder gevonden. Maar goed, je hebt het wel goed gedaan. Snap je? Er was geen één noot fout. Dus wat dat betreft. Super, dankjewel.